naar een opgewekt West-Overijssel. Dat is de slogan voor de duurzame plannen in 2050. Tegen die tijd moet de regio namelijk op duurzame energie gaan draaien. Maar wat is duurzame energie nou eigenlijk? Energie is duurzaam als het opgewekt wordt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu en als de bronnen herbruikbaar zijn. Die duurzame energie wordt steeds belangrijker aangezien de fossiele brandstoffen op aarde steeds verder opraken. Er zijn een aantal manieren om duurzame energie op te wekken. In Nederland zijn windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales de belangrijkste energiebronnen. We gaan het over twee van deze energiebronnen hebben, namelijk over windmolens en zonnepanelen. En dat gaan we zo makkelijk mogelijk uitleggen. Bij windmolens wordt energie opgewekt door het gebruik van wind. Door de wind gaan de bladen die je hier kunt zien draaien. In de windmolen zit een ontzettend grote dynamo die het draaien van die bladen omzet in energie. Eigenlijk net als de dynamo van de koplamp op je fiets. De tweede manier om duurzame energie op te wekken is met behulp van zonnepanelen. Deze zorgen voor de opwekking van zonne-energie. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. In West-Overijssel gaat de gemeente deze twee manieren gebruiken om de duurzame energie die wij nodig hebben op te wekken. Maar waar worden die windmolens en zonnepanelen dan eigenlijk geplaatst? Het is belangrijk om eerst te weten te komen hoeveel er wordt gebruikt en wat er opgewekt kan gaan worden. De inwoners van West-Overijssel zorgden in 2018 voor een verbruik van 2,8 terawattuur aan energie. In heel Nederland wordt er jaarlijks 120 terawattuur aan energie verbruikt. De plannen die nu gemaakt zijn, zorgen ervoor dat er in 2030 1,6 terawattuur aan wind- en zonne-energie opgewekt gaat worden. Dit zorgt er dus voor dat er in 2030 meer dan 50% van de energie duurzaam is. En dat is best veel. Even terugkomend op waar die zonnepanelen en windmolens dan gaan komen. Nu komt 65% van de duurzame energie uit zon en 35% komt uit de wind. Uiteindelijk willen ze de energie die uit de wind komt vergroten. In 2030 wordt dan 60% aan duurzame energie opgewekt door de wind en 40% door de zon. Waar die windmolens en zonnevelden gaan komen is nog niet vastgesteld. Wat wel duidelijk is, is dat het ergens moet gaan komen waar ruimte is. Zoals op een groot landbouwveld of ergens anders in de natuur. Niet iedereen is het hiermee eens. Sander Buiter woont in Ommen en ziet het niet zitten om de natuur op te offeren voor duurzame energie. Maar hoe het dan wel moet, daar heeft Sander een duidelijk beeld over. Volgens mij zijn er voldoende daken waar ze op kunnen. Ik denk dat je dat eerst moet gaan benutten. Er staan voldoende grote bedrijven, ontzettend grote loodsen met lege daken. En die zonneweiders, dat is echt verpesting. Dat verpest heel veel. Ik denk dat de taak bij de gemeente ligt eerst al in de informatievoorziening. Onder andere naar ondernemers toe, dat er misschien een mogelijkheid is die samenwerking zoeken. Kijk, een ondernemer kan natuurlijk zijn dak beschikbaar stellen, maar wil daar wat voor terug. Misschien moet de dakconstructie worden aangepast. Dan zal ik als gemeente daarin een stap gaan nemen. Eens kijken van, joh, kunnen we daarin iets betekenen? Wat zijn de kosten? Hoe kunnen we dat als een uitbreiden, dat mensen zich kunnen aansluiten om daar stroom van te halen? Dus ik denk dat daar kansen liggen bij een gemeente. In principe is het beter voor het milieu om om zonnepanelen te gaan plaatsen, maar dan moet dan eerst ten koste gaan van een stuk natuur. Nou, dat is volgens mij niet hoe het werkt. Daarbij is het gewoon een ongelooflijk lelijk gezicht. En dat moet je helemaal niet willen. Daar zijn we als Ommen te mooi voor. Dus dat, nee, maar dat moet je niet willen. Dat lijkt me gewoon een complete tegenstrijdigheid, ja. Meer weten over de overgang naar duurzame energie of heb je andere vragen? Laat het ons weten en dan gaan wij het voor jou uitzoeken.